TDI Brooks heeft een uitgebreid multi-client, multi-beam en seabed piston coring programma in Suriname afgerond voor Geo Partners, handelend namens staatsoliemaatschappij Suriname. Het project omvatte het verzamelen, verwerken, interpreteren en beheren van gegevens over een onderzoeksgebied van 45.000 vierkante kilometer. Waarbij gebruik werd gemaakt van het schip RV-Gier van TDI Brooks. Het project, uitgevoerd in twee fasen, omvatte geofysische en geochemische componenten. Het geofysische deel, uitgevoerd van juli tot oktober, omvatte multibeam echo sounder, MBES, onderzoeken, backscatter en pluimdetectie over 45.019,7 vierkante kilometer. Van oktober tot november omvatten de geochemische fase MBES backscatter, pluimdetectie en subbottom profilering, aangevuld met de verzameling van 60 SGE-kernen en 7 warmtestroommonsters. Elke kernlocatie had een chirp subbottom profielerlijn van 1 kilometer. Suriname's eerste zelfstandige gasproject is een mogelijkheid met veelbelovende vondsten in blok 52. OilNow het programma leverde, verschillende potentiële koolwaterstofontdekkingen, op. Met visueel opvallende kernmonsters die zijn teruggevonden, al dus TDI Brooks. Ben Sayers, partner bij Geo Partners, merkte op, weer een succesvolle acquisitie voltooid. Bedankt aan alle bemanningsleden en ondersteunend personeel die erbij betrokken waren. Ron Daniel, geoscience advisor bij Staatsolie, voegde toe: Bedankt voor een veilig en goed uitgevoerd project. Uitgevoerd in samenwerking met alle belanghebbenden. We kijken uit naar de geochemische resultaten. TDI Brooks zei dat de RV-gier, uitgerust met geavanceerde technologie, een cruciale rol speelde. De apparatuur omvatte een Kongsberg EM304 Multibeam Echosounder, een EdgeTech HM3300 Chirp Subbottom Profiler en mogelijkheden voor geotechnische en geochemische bemonstering. De verzamelde monsters zullen een gedetailleerde analyse ondergaan in de laboratoria van TDI Brooks in College Station, Texas om koolwaterstoffen te identificeren en hun kenmerken te beoordelen. Total Energies begint in 2026 met ontwikkelingsboringen voor Surinames eerste diepwaterproject. Oil Now Bernie Bernard, vicepresident en CTO van TDI Brooks, benadrukte de waarde van het zoeken naar lekkages. Sleepzoekonderzoeken zijn gebaseerd op de observatie dat gemigreerde aardolie uit diepe bronrotsen kan worden gedetecteerd als thermogene lekkage in sedimenten vlak onder het oppervlak. Vooruitgang in hulpmiddelen en technieken heeft ons vermogen om aardoliesystemen te evalueren, lading, leeftijd, rijpheid en zelfs oliekwaliteit te bepalen. Aanzienlijk verbeterd. Leverancier van Energiedata-Analyses Wood McKenzie zei dat Suriname en buurland Guyana in het komende decennium tot 12 miljoen metrische ton per jaar, MMTPA, aan vloeibaar. Aardgas, LNG, kunnen leveren. Deze productie zou goed zijn voor ongeveer 11% van de verwachte 105 mmtpa wereldwijde LNG-aanbod-vraagkloof in 2035, wat Wood McKenzie voorspelt als het volume dat nog nodig is van projecten die nog geen definitief investeringsbesluit (FID) hebben genomen. Deze potentiële LNG-aanvoer zou afkomstig zijn van het Haimara-cluster in Guyana en het Surinaamse blok 52, Slonia. Waarvan moet Mackenzie schat dat ze gezamenlijk 13 biljoen kubieke voet niet geassocieerd gas bevatten.